Dalstra Reizen biedt u de mogelijkheid om een reis te maken naar de Engelse Riviera. Per luxe touringcar vertrekt u vanuit Nederland om vervolgens naar Calais te rijden in Noord-Frankrijk. In Calais schepen we in voor de overtocht naar Dover aan de Engelse kust. De oversteek naar Dover duurt ongeveer 1,5 uur. Aangekomen bij de Britse kust doen we de witte krijtrotsen al op. En na de ontscheping is het even wennen om links te rijden. Na een overnachting is het eerste doel Stonehenge. Stonehenge is een oude heilige plaats. De oorsprong ligt al 3000 jaar voor Christus en Stonehenge is een deel van een veel groter complex dat door lanen was verbonden. In de duizenden jaren geleden is Stonehenge diverse keren aangepast. De stenen werden overal vandaan aangevoerd, vaak van grote afstand. Het huidige complex dateert uit ongeveer 2300 jaar voor Christus. We rijden door naar Zuidwest-Engeland. New Abbot is een gezellig stadje met een leuke winkelstraat en een prachtige overdekte markt. In New Abbot is een park genaamd Plant World, waar een prachtige aangelegde tuin is die we gaan bezoeken. Daarna vertrekken we naar het stadje Totnes dat aan de rivier de Dart ligt. Het stadje Totnes, dat al bestaat vanaf 907, is een gezellig stadje met leuke straatjes waar je goed kunt lunchen en kunt winkelen.
Na geluncht te hebben, varen we van hier over de rivier de Daard, stroomafwaarts naar Dartmouth. And now I'm returning with golden grey store. And I never will play the lot for her no more. And it's no day, never. No day, never, no more. Will I play the lot for her? No, never, no more. I went to a gatehouse I used to frequent. She answered me, such customs as yours I can get every day, and it's no In Dartmouth aangekomen steken we per veerboot over naar Kingswear. Hier nemen we de stoomtrein naar Paignton. Dit is een nostalgische rit langs de Engelse zuidkust. Dit traject is ruim 10 kilometer lang en werd in 1864 geopend. De lijn is stilgelegd in 1968. Al het spoorwegmaterieel werd verkocht en in 1973 werd de lijn als museumspoorlijn geopend. Men bezit 4 verschillende stoomlocomotieven die in werking zijn. 2 andere locomotieven worden nog gerestaureerd. De kathedraal van Exeter dateert uit de 14e eeuw en is in de gotische stijl gebouwd.
In de 16e eeuw werd veel schade aangericht toen Hendrik de VIII de kloosters ontbond. Tijdens de Victoriaanse periode in de 19e eeuw is er veel opgeknapt. Indrukwekkend zijn de waaiergewelven. Veel mooie ramen zijn gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. In de kerk bevindt zich ook een mooi astronomisch uurwerk. De sluitstenen van het kunstig gemetselde waaiergewelf zijn mooi versierd. Het eerste kerkorgel werd in 1665 gebouwd, maar in 1891 totaal herbouwd en in 1931 nogmaals uitgebreid en aangepast. De laatste restauratie van het orgel was klaar in 2013. Een deel van de orgelpijpen staan in de zijbeuk opgesteld vanwege de enorme lengte. Deze paste niet meer in de orgelkast. En natuurlijk nog even nagenieten van een stadje Exeter. Met de Babbacombe Cliff Railway kunt u afdalen naar de kust en genieten van het uitzicht over de zee en het strand. De volgende bestemming is het Dartmoor Nationaal Park. In het grootste gedeelte van het park groeit alleen heide.
Het gebied bestaat uit lange, glooiende heuvels en er lopen veel riviertjes en stroompjes door het gebied die het landschap in de eeuwen gevormd hebben. De pony komt hier nog steeds in het wild voor. Kenmerkend zijn de vele granieten heuveltoppen. Buckland Abbey, ooit een onderdeel van een groot klooster, is nu een museum ter ere van Sir Francis Drake. Hij was een groot zeevader en de eerste Engelsman die rond de wereld zeilde. Door zijn reizen konden vele zeekaarten verbeterd worden. De grotten van Kent is particulier bezit en zijn al ontdekt in 1659. In 1903 werden de grotten, die deel uitmaakten van de landgoederen van Lord Helden, verkocht aan Francis Pauw. Pauw, een timmerman, gebruikte de grotten als werkplaats waar hij houten strandcabines maakte. Zijn zoon maakte er een toeristische attractie van, met winkel en restaurant. Bijna 100.000 bezoekers per jaar komen de grotten bezoeken. Op de thuisreis doen we de Engelse marine havenstad Portsmouth aan en bezoeken het historische Marine Havenmuseum, opgericht in 1911. De Mary Rose was een van de eerste schepen die op zee kon oorlog voeren en werd in 1511 te water gelaten. Het schip zonk in 1545 en werd in 1971 gelicht en later geconserveerd. Het oorlogsschip de Victory was het vlaggenschip van admiraal Nelson en ligt nu geconserveerd in het oudste droogdok ter wereld. In 1778, na een bouw van ongeveer 6 jaar, kwam het schip in dienst. In 1805 deed de Victory mee aan de slag bij Trafalgar. De Spanjaarden en de Fransen werden verslagen. Nelson verloor bij deze slag zijn leven, maar wilde geen zeemansgraf. Zijn lijk werd tijdens de terugtocht naar Engeland bewaard in Rum. Nelson werd begraven in de St. Paul's in Londen. De Warrior was het eerste oorlogsschip van de Royal Navy met een ijzeren romp. Het was het eerste schip met een stoommachine en een ijzeren panzer van 11,5 centimeter. Zeilend en tegelijk met stoom aangedreven lag de hoogste snelheid op 28 km per uur. Totaal waren er 650 bemanningsleden aan boord. Nog één overnachting in Engeland, waarna we weer huiswaarts keren. See you again. Tot ziens bij Dalstra Reizen.